Zo, deze week mag Beertje de nieuwe vlog beginnen. Het kopje omhoog. Kijk hem zitten dan. Met de twee broertjes. Ho. Hé, hey, ga je op onderzoek uit? Hallo! Goedemiddag, het is maandagmiddag. Het is altijd mijn vrije dag. En gisteren vroeg Suus aan mij of ik een taart voor haar wou maken. Nu is dat niet iets wat ik dagelijks doe. Dus ik vind het best wel lastig om te kijken van ja, wat voor taart ga ik dan maken. Maar ik heb wel een paar recepten gevonden. Suus, je houdt van citroen. Dus ik denk van 1 en 1 is 2. Nou, ik ben inmiddels begonnen met de taart. Even kijken. De bodem is net uit de oven gedaan. En de rest dat vloep ik er dan lekker bij zo. Hallo, ik ben inmiddels thuis. Ik heb begrepen dat Bas heeft gevlogd dat hij een taart aan het bakken is. En hij vroeg of ik nu even verder wilde vloggen. Ja, ik heb mijn handen vol joh. Ik ben een taart aan het maken en ondertussen zit de eerste pizza er al in. Want ja, we moeten ook gewoon eten. Wat is dat? Wat er nu op gaat? Het is lemon curd is dat. Een soort van vla, maar dan ja, met citroensmaak zeg maar. Dat heb ik net gemaakt. Wil je een beetje proeven? Oké. Okay. Zo. Nou, dit is niet echt caloriearm, ben ik bang. Hallo, het is donderdag en we gaan vanavond naar Marco Borsato, naar Sinfonica Rosso. In de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, daar zit ik dan. Het beeld is echt super rood. Video, hè? Echt huge gewoon. Hallo, het is vrijdagmiddag en nou ja, ik zie er weer lekker opgedirkt uit zoals je ziet. Ik ga zo meteen even outfitfoto's maken weer. Ik ga ook even lunchen bij mijn vader omdat Maria daar is. Maria is een soort van oma voor mij. Ze heeft vroeger heel lang op mij opgepast. En nu komt ze af en toe nog gewoon voor de gezelligheid ons opzoeken. Dus nou ja, ik ga gauw. Papa heeft groentesoep gemaakt. Tegen Lauwe aanklinkt niet echt als warm genoeg. Is die warm genoeg? Voor mij wel. Ja, oké. Ik heb geen vermicelli meer, dus ik heb wat macaroni in gedaan. Dat is ook lekker. Zeg wat voor jou. Noem maar meer mensen hoor. Oké, sorry. We zijn nu naar een fotoplek aan het rijden in Ede. Ik heb eens een keer op Google gezien dat er een NK-trein is. Een soort van oude fabriek. Waar je heel tof soort van industriële foto's kan maken. Rechtdoor is fietspad. Nee, je mag wel een stukje, maar er is daar ook hierin. Ja, ik denk het wel. Ik zag net een konijntje. Ja, ik ook. Jij kat het tegen de camera. Oh. Komt hij niet meer? Nee, hij zit in dat hol. Oh, hij zit in dat hol. Kijk, er is daar een hol. Ja, oh, hier ook! Ze hebben allemaal holen hier. Je zit overal gaten. Ja. Hoi, ik ben weer thuis. Het is avond inmiddels. Er is nog een pakketje binnengekomen. Heb ik net opengemaakt van NARS. Daar zit mijn NARS bestelling in. Ik heb namelijk een nieuwe Radiant... Hoe heet die ook alweer?
Radiant Creamy. Wacht. Ja. Radiant Creamy Concealer besteld. Is echt mijn all-time favorite. En ik ga ook een nieuwe foundation proberen van NARS. Die is net nieuw. Dat is de Velvet Matte Skin Tint. Nu ga ik met Bas weg. En wat we gaan doen, zal ik vertellen. We gaan namelijk kijken bij Bas' verjaardagscadeau. Bas wordt namelijk morgen 25. En dat vindt hij heel erg leuk. Vindt hij echt zo'n mijlpaal. Hij is morgen jarig. En hij krijgt morgen zijn cadeau niet. Maar we gaan er wel vanavond naar kijken. En dan komen ze later. Dus spannend. Goedemorgen, puppy. Nou, hij slaapt nog gewoon hoor. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Hiepie de piep. Hoera. Nu 25 keer. Wat voor taart wordt het vandaag? Ik ga vandaag een marmer cheesecake ga ik maken met chocola en bodem van Oreo koekjes. Het ruikt al heel erg naar chocola hier, maar dat is natuurlijk... Deze gesmolten chocolade. Ik heb chocolade gesmolten. Het ruikt je echt heel erg, het is echt heel lekker. Echt een getrouwd stijl deze. Lig je lekker, Bo? Lekker hè, zo'n schoon honkje. Dus de eerste taart is klaar. Klopt, die moet even afkoelen. En daarna doe ik hem even in de koelkast. Hoi, ik ben net weer thuis. Bas en ik hebben wat laatste boodschapjes gedaan voor het bezoek wat vanavond komt. En we zijn wat gaan drinken met zijn ouders en met mijn vader. Ik was mijn vlogcamera vergeten, dus vandaar dat ik dat allemaal niet heb gevlogd. Maar ik zal proberen het vanavond een beetje in te halen. Ik heb zo'n spiegel met lichtsensor. En ik zit niet dichtbij genoeg, dus dan valt het licht uit. Voor Bas volgende verjaardag geef ik een taartschep. Want die hebben we blijkbaar niet. Ik wil wel eventjes een soort van disclaimer. Als zeg maar iets breekt of zo, dan niet dat ik zo meteen de volle laag krijg, hè? Want nu ligt de verantwoordelijkheid bij mij. Ja, en dat kan jij. Nou, ik heb hem gesneden. Nu kijk of ik hem heel op een bordje krijg, een stukje. Yes. Nou, ik vind dat ik geslaagd ben voor de test, hoor. Wie durft het eerste stuk te proeven? Jij mag het eerste stuk proeven. Je hebt een proef genomen. Lekker? Ja. Heel lekker. Oh, hier. Zo, dit is mooi, hè? Ik pak papier. Ja! Ja. 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 Jullie zijn boven, ik was jullie kwijt. Ja, ik geef even een rondleiding. Het is een filmpje, hè? Hoi, het is inmiddels volgens mij zo'n 11:30. Het is nog allemaal visite, heel gezellig. En Vera is er net, denk ik, een half uurtje met Jeffrey. Die zijn ook nog even gekomen. Doeg! Doei, doei! Ik heb net al gedag gezegd hoor, dus ik zeg niet heel asociaal, doe je vanaf een afstand. Maar in ieder geval, Vera zei net tegen mij, moet je niet vloggen? Dus ik zei, ja, dat moet ik eigenlijk nog wel even doen. Dus ik zal Vera even vloggen. Je bent er net. Sorry. Hoofd, zodat je weet. Ik woon in Utrecht, het leven is moeilijk. En wat middelen om iets... Jammer. We gaan bussen en treinen en zo. En anders kom ik nooit meer thuis. Het is geen foto, hè? Oh! Oh! Jij bent al vlogger. Hallo. Hoi. Iedereen is weg. Het is nu. Hoe laat is het eigenlijk? Ik sta een beetje half op. Vind je ook niet? Sorry. Zal ik hem even pakken? Ja. Zo. Ik heb langere armen. Moet je wel recht houden. Zo. Ja, ik heb echt een hele leuke verjaardag gehad. Het is altijd een beetje stressen en zo. Vind ik. Ja, je moet gewoon niet zo stressen.
Goedemorgen, het is woensdagochtend en hierbij sluit ik de vlog af van deze week. Heel erg leuk weer dat je gekeken hebt. Laat vooral een reactie achter als je wat te melden hebt, vind ik erg leuk. Je mag je natuurlijk abonneren op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En ik vind het heel erg leuk als je een duimpje omhoog wil doen bij deze video, als je hem leuk vond. Heel graag tot de volgende vlog en fijne dag vandaag. Doeg!